Hoi allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. Vandaag een iets ander soort video. We gaan natuurlijk naar 2017 toe. Yay! Nou, ik heb dit jaar leuke momenten gehad, minder leuke momenten gehad. Dat heb je in elk jaar, denk ik, zo wel. Als eerst wil ik iedereen bedanken die mij heeft gesteund in het afgelopen jaar met mijn YouTube kanaal, op mijn Instagram, alle social media kanalen. Ik heb zulke leuke, lieve, knappe meiden mogen ontmoeten, leren kennen. En ik had niet verwacht dat het zo snel allemaal zou gaan. Dus bedankt daarvoor. En ik wil natuurlijk ook mijn gezin bedanken die er altijd voor me is geweest en nog steeds voor me is. En natuurlijk ook de mensen die ik heel erg lief heb. Ja, we gaan een nieuwe jaar in, jezus hé. Ik zal jullie straks allemaal de hoogtepunten van mijn jaar, van het jaar 2016 laten zien. De leuke momenten. Ik heb natuurlijk ook minder leuke momenten gekend dit jaar. En voor mij was het voornamelijk het overlijden van mijn oma. Het moment dat mijn oma heen ging, zakte de grond onder mijn voeten vandaan. En het is heel wat ik dit met droge ogen kan vertellen en over kan praten. Maar het is en blijft iets wat natuurlijk minder leuk is. Maar goed, buiten dat om weet ik dat ze er is. En weet ik dat ze van boven naar beneden kijkt. En ik denk dat ze wel trots op me is en hoe ik in het leven sta. Heb de mensen naast je lief. Don't take anything for granted, people. Echt, het is serieus. Don't do that. Vandaag is het er, morgen kan het er niet meer zijn. Blijf positief. Leef je leven zoals jij dat wil leven. En dan moet het helemaal goed komen. Goede voornemens voor volgend jaar. Geen idee eigenlijk. Ik heb het ieder jaar weer dat ik denk, nou, wat zal ik dit jaar anders doen dan wat ik vorig jaar heb gedaan? Nou ja, ik blijf gewoon wie ik ben. Natuurlijk zijn er een aantal dingen dat ik denk van, dat kan natuurlijk beter, daar moet ik aan mezelf werken. En je groeit iedere dag weer. Iedere dag leer je weer iets. Iedere dag leer je weer wat van jezelf kennen. Het is één hele grote leringsproces. Genoeg gebabbeld. Ik laat jullie nu de hoogtepunten zien van mijn jaar 2016. Dus ik hoop dat je het leuk vindt. Komt-ie.
waren de hoogtepunten van mijn 2016. Bedankt voor het kijken. Alvast een hele fijne jaarwisseling. En dan zie ik jullie volgend jaar weer met nog meer leuke video's. En nog meer gezelligheid. En noem het maar op. Dankjewel voor het kijken, jongens. Dankjewel voor alle steun en alle liefde. Mwah, mwah, mwah. Doei!